De sneltram vervangen door een trambus op de lijn Hasselt-Maastricht. Dat zou een fout signaal zijn aan Maastricht en leiden tot nieuw uitstel. Dat zegt Vlaams parlementslid en burgemeester van Lanaken, Marino Keulen. De CD&V lanceert het voorstel om een snelbus in te zetten. En dat naar het voorbeeld van andere steden. Dat zou de kosten halveren, maar ook daar heeft Keulen bedenkingen bij. Hij herinnert de CD&V aan de afspraken in het Vlaams regeerakkoord. In de Noord-Franse stad Metz rijdt de trambus al sinds 2013. De trambus ziet eruit als een tram. Het is een bus met wielen die zijn afgedekt. En die rijdt in een eigen bedding tegen een snelheid van maximum 67 km per uur. Marino Keulen van de Open VLD vindt de timing van het voorstel van de CD&V ongelukkig. Dan zijn we maanden eigenlijk weg. En dan geef je vooral een fout signaal naar Nederland, naar Maastricht en Nederlands-Limburg, om te zeggen van haasje langzaam, het spant er eigenlijk niet om. We zijn nu al 11 jaar bezig met die sneltramverbinding. Ik vind dat we al tijd genoeg hebben verloren. En ik vind vooral dat we nu moeten eigenlijk de keuzes die we hebben gemaakt voor die sneltramverbinding, dat we daar tot op het einde moeten gaan. Keulen wil de CD&V vooral houden aan de afspraken in het Vlaams regeerakkoord. Ik zou alleszins geen uitstel bepleiten. Ik denk dat onze partners in Maastricht zeggen van kijk, laten de Vlamingen nu toch die piste van die sneltramverbinding varen. Ik denk dat je iedereen bij de afspraken moet houden zoals die zijn vastgelegd in het regeerakkoord en in het SALK. En dat verbindt op de eerste plaats ook de coalitiepartners van N-VA, ook CD&V en Open VLD. De kosten voor de Spartacuslijn Hasselt-Maastricht, geraamd op 200 miljoen euro, zouden door de inzet van trambussen kunnen gehalveerd worden volgens de CD&V. Maar ook daar heeft Keulen bedenkingen bij. Als je daar in de spoorbedding overal moet beton gaan storten en funderingswerken uitvoeren, dat gaat u ook een pak geld kosten. En ik heb ook bedenkingen bij de stabiliteit. Ik weet nu niet of die befaamde Wilhelmina-brug in Maastricht een trambus van 22 ton wel kan dragen. En ook wat betreft de aantakking, de draaicirkel, het klinkt heel technisch, van een trambus naar die Wilhelmina-brug, of die nu wel kan genomen worden. Ik blijf daar toch met heel wat vraagtekens zitten. Ik denk dat we dat toch intern in de meerderheid nog eens duchtig met elkaar moeten uitpraten.